Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar. En hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. Nou Jeffrey, we hebben in de vorige aflevering hebben we ook gesproken over die intelligent agents. Ik wilde daar eigenlijk nog wel verder op doorzoomen op het concept. Ik zat zelf te denken aan bijvoorbeeld een e-commerce platform, waarop je dan bijvoorbeeld een agent hebt die zou aankoopgedrag zou kunnen voorspellen. Een andere die daarop weer anticipeert door de voorraad, laat maar zeggen, in beheer te houden of misschien het wel besteld, hè? En dan, dat snap ik dan nog wel soort van in één applicatie. Maar hoe zou je dat dan zien als het breder trekken? Dus als je kijkt naar misschien wel een ecosysteem waarin verschillende applicaties met elkaar zouden moeten communiceren. Ja. Ik vind het wel interessant hoe dat zou. Hoe zie jij dat voor je? Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de toepassing. Hè? Inderdaad, je noemt net al een hele goede toepassing. Het bestuderen van het koopgedrag en dan daar op basis daarvan bestellingen gaan doen. Dat is natuurlijk al gelijk een hele goede. Maar je kunt zoveel meer doen. Ondertussen kun je ook inderdaad naar de logistieken kijken. Inderdaad, niet alleen het bestellen, maar ook wat is mijn voorraad. Ja. Mocht je een pakhuis hebben natuurlijk, waar ligt mijn voorraad? Het is echt afhankelijk van de toepassing. Dat is vaak wel de uitdaging. Hoe kan ik het goed toepassen? Ja, dus als ik stel, ik heb zo meteen een zelfsturende auto rijden. En die moet ook natuurlijk kunnen communiceren met andere zelfsturende auto's. Ja. Wil je voorkomen dat ze elkaar misschien niet raken. Los van dat ze het zelf misschien goed organiseren. Maar je wil toch een soort van communicatie onderling hebben waarschijnlijk. Ja. Dat de agents het met elkaar afstemmen. En dat zal dan buiten je eigen applicatie liggen, zou ik bijna zeggen. Ja, en daarin zul je een soort framework gaan krijgen. Er zijn al verschillende frameworks die het een soort van doen. LangChain is daar bijvoorbeeld eentje van. Maar dat is in principe gewoon een framework die een bepaalde manier van communiceren heeft. En dan daarvan kunnen verschillende frameworks met elkaar communiceren over een bepaalde standaard. Dat zijn van die dingen die nu al een beetje aan het spelen zijn. Het intelligent agent concept bestaat al jaren. Mm-hmm. Maar het begint nu pas echt haalbaar te zijn. Dus nu zie je ook echt de eerste voorbeelden ervan waarbij het kan. Laatst was er een onderzoeksgroep die had in principe een soort simulatiewereld gemaakt. Gewoon een 2D-wereld met een school, huizen. Nou eigenlijk bij wijze van spreken een klein dorpje. Mm-hmm. En die was helemaal volgepropt met intelligent agents die zelfstandig konden gaan bedenken, oké, ik ga nu bijvoorbeeld boodschappen doen. Ik kom die persoon tegen, ik ga een gesprek voeren. En op die manier dus inderdaad zelf een normaal leven kon leiden. En dat is bijvoorbeeld zo'n intelligent agent. Je hebt allemaal AI'tjes, maar ze kunnen met elkaar communiceren en leven. En dat is bijvoorbeeld een klein concept, hoe het zou kunnen. Een soort van een twin city. En het wordt natuurlijk super interessant ook als zij ook dan tegelijkertijd leren van elkaar. Hè? Dus dat ik iets vraag aan een ander of ik geef een opdracht en dan komt er uiteindelijk een reactie terug. Dat ik dat een soort meeneem in mijn zelflerend vermogen. Ik denk dat dat wel heel interessant wordt als we het echt. En dat is natuurlijk het intelligent gedeelte. Hè? Het kunnen leren van je bevindingen. Voor ons is dat normaal. Je steekt je hand tegen het vuur en ik verbrand hem. Oh ja, wat gek. Nou, de volgende keer ga ik dat niet meer doen. En voor computer is het, ik moet mijn hand in het vuur steken. Oké. Maar als de computer dan kan bedenken, dat is niet goed of dat is slecht, dan leert hij natuurlijk. En dat is natuurlijk een beetje de kant die op gaat. Je gaat leren van gebeurtenissen, van hoe het in elkaar zit. En zo ga je natuurlijk alleen maar verbeteren. En dat is een beetje hetzelfde proces natuurlijk. Dat is de kant die we op gaan. Ja. Dus we hadden vorige week ook even over Meta gehad en Llama 2, beschikbaar is. Ik kwam wel een bijzondere melding tegen dat ze gaan samenwerken met Microsoft. Misschien niet heel bijzonder, omdat ze, volgens mij hebben ze in het verleden, of doen ze ook andere dingen samen, maar dat concurreert soort van toch misschien een beetje straks met ChatGPT. Hoe kijk jij daarna? Het is natuurlijk voor Meta is het natuurlijk de uitgekomen een goede deal. Ze hebben natuurlijk het open source project van hun. Een van de regeltjes is dat als je inderdaad zoveel gebruikers hebt, dat je een licentie bij ze moet afnemen. Dus daar kunnen ze toch nog wat aan verdienen.
Maar het feit dat ze dat nu kunnen aanbieden aan een groter platform. Ze gaan op Azure zitten, Azure. Ze gaan ervoor zorgen dat je het inderdaad lokaal kan draaien. Dus dat je zowel online als offline er gebruik van kan maken. En op die manier ga je dus meer acceleratie krijgen in je ontwikkelproces. En daarbij zul je dus krijgen dat er ook op Windows meer apps zullen gaan komen. Dat is ook een beetje dat wat ze gebruik te maken van de diensten van Microsoft. Microsoft heeft er ook daar voordelen aan. Ja, Microsoft heeft in principe gewoon een extra model erbij dat ze kunnen toepassen. Wat ook nog eens open source is. Dat is natuurlijk ook een goede... Je noemde inderdaad net dat ook het verdienmodel, maar inderdaad, volgens mij bij 100 miljoen gebruikers... Ja, dat zou je de licentie moeten afnemen. Dus wat zegt dat volgens jou? Ik denk dat ze voornamelijk een beetje de concurrentie daarmee willen afhalen. Natuurlijk, als je kijkt naar hoe snel platformen tegenwoordig groeien... Ja, 1 miljoen gebruikers, dat is in een dag behaald, makkelijk. Ik denk dat dit voornamelijk is bedoeld om de concurrentie een beetje op afstand te houden. Oké, het is leuk voor iedereen... Concurrenten, die mogen ook meekijken. Maar zodra je er echt gebruik van willen maken, dan willen wij eraan mee verdienen. Ja, dus watchen en een concurrent, wat we misschien liever niet willen. Maar ja, mocht het gebeuren, dan moet je er ook voor gaan betalen. Ja, maar tot die tijd kunnen ze er grof geld aan verdienen door een model dat altijd maar verbetert. Kwam ik ook nog nieuws over Ajax tegen. Ik weet, de transferwereld is nu open, maar het ging niet over het Ajax wat wij hier kennen. Nee, het ging Apple over... GPT kwam ook voorbij. Ja, en het is nog een beetje gokken hoe ze op de naam zijn gekomen. Het is gebaseerd op Jax. Jax is een techniek die nu veel wordt gebruikt om het leerproces te versnellen. En waarschijnlijk hebben ze daar een A van Apple voor geplakt en dan Ajax van gemaakt. Maar ja, Apple GPT. Apple kan natuurlijk als een van de grote techniekleiders in de wereld niet achterblijven met AI. En mochten zij niet hun eigen AI gaan maken, dan gaan ze ook achterlopen. Dus ja, die zijn zelf begonnen. Ja, stiekem lopen ze inderdaad al een beetje achter. Hè? Is het een beetje wachten geweest op wanneer komt Apple? En het blijft ook vooralsnog alleen intern. Dus ze hebben er nog niet echt iets over verteld van we gaan naar de markt toe. Ik verwacht wel dat als zij dan een keer gaan komen... dat ze misschien wel weer met iets mindblowings komen... zoals ooit de iPhone. Zo'n partij is het wel natuurlijk. Maar... Ja, ik verwacht vanavond dat ze het meer zullen gaan gebruiken... voor hun eigen diensten. Dus niet per se als een ChatGPT bij wijze van spreken... maar meer bijvoorbeeld Siri die een upgrade krijgt... vervangen gaat worden. Ik weet maar nooit. Misschien gaat Siri eruit. Het is ook natuurlijk wel marketingding, Siri. Maar in ieder geval een upgrade krijgen... door middel van hun eigen taalframework... andere apps. Je kunt vaak voice memos doen of je spraak gebruiken om berichten in te spreken. Apple Watch. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat ze daar voornamelijk gaan toepassen. Gewoon het feit dat ze zelf de controle hebben over de techniek. Ik denk dat dat voornamelijk hun doel is. Een ander leuk nieuwtje wat ik ook zag was die van Shutterstock. Dat zij gaan samenwerken met OpenAI. Ja. Als ik echt wel een heel mooi voorbeeld van hoe kun je agile bewegen, hè? In een veranderende wereld. Wat gaan we doen? Want ik bedoel, het bedrijf stond, dat stond wel onder spanning, neem ik aan. Hè? Want zij verkopen afbeeldingen. En dat is nu een fluitje van een cent om afbeeldingen te genereren. Dus dat ze die samenwerking opzoeken is echt wel super. Ja, met 2 vingertikken heb je inderdaad een afbeelding gemaakt. Dus ik denk dat dit voor hun wel de move had moeten zijn en is geworden. Ik denk dat dat wel een goede is. Het feit dat je tegenwoordig inderdaad een websiteje opzoekt en voor hooguit een paar cent elke afbeelding kan genereren die je maar wil. Als zij inderdaad nog iets van een businessmodel zouden willen hebben, dan was dit het wel, of had dit het moeten worden. Ja, zeker. Dus ze stellen volgens mij al hun afbeeldingen nu beschikbaar, hè, zodat daarmee getraind kan worden. En tegelijkertijd hebben ze dan ook dat ze voorrang krijgen op technologie. Dus dan kunnen ze dat ook in hun eigen platform integreren. En dat mensen via die route dan de afbeeldingen kunnen maken, heel simpel. Ja, je zult zien inderdaad dat DALI misschien inderdaad een grotere sprong zal maken in ontwikkeling. Ja. Doordat ze nu extra afbeeldingen hebben om op te trainen. Dat loopt toch wel nog een beetje achter, vind ik, op Midjourney. Maar... Als je inderdaad kijkt naar de kwaliteit, loopt DALI voor mijn gevoel nog iets achter. Maar ja, met zoveel afbeeldingen van Shutterstock erbij, dan zal dat niet lang meer duren. En wat Shutterstock nu doet, geldt eigenlijk in meer of mindere mate, denk ik, voor elk bedrijf. Dus elk bedrijf zou volgens mij gewoon moeten gaan nadenken van... wat betekent deze ontwikkeling voor mij en hoe ga ik nu mee om? Dat is ook de reden trouwens dat wij de AI-scan hebben ontwikkeld. Hè? Om een soort van samen met het bedrijf in kaart te brengen van... wat speelt er binnen je bedrijf? Waar zou ik dingen kunnen aanpassen? Op een gestructureerde manier slim mee omgaan? Ja, het is natuurlijk... We zitten allemaal in bepaalde markten die waarvan we eigenlijk niet weten wat het gaat doen. En daarom is het juist nu belangrijk om te kijken... Oké, welke kant ga ik op? Wat kan ik verbeteren? Want mocht je over een jaar of 5 gaan kijken en je wil dan nog gaan vernieuwen,
ja, dan loop je eigenlijk al achter. Bestaat je bedrijf dan nog wel? Ja, je weet niet hoe hard het gaat, hè? Het is juist belangrijk inderdaad om op dit moment nu inderdaad te kijken van oké, wat kan ik verbeteren? Wat kan ik automatiseren? Waar kan ik mensen anders of effectiever inzetten? En toen kwamen wij inderdaad met AI scannen. Wij kunnen hartstikke goed meedenken. Misschien, kijk, wij zitten in het vakgebied. Wij hebben een aardig beeld bij. Ja. Maar als er iemand is die totaal niet in deze wereld zit en denkt, het klinkt allemaal interessant, maar wat moet ik ermee? Ja, daar kunnen wij... Maar los daarvan, waar ga ik beginnen? Want er komt zoveel voorbij, zoveel dingen waar ik echt een goede case te pakken krijg. Van hier ga ik mee starten, dat is best wel lastig nog. Ja, dus daar moet je inderdaad gewoon echt de tijd nemen. Goed kijken van, wat zijn de mogelijkheden? En je moet niet zeggen, we kunnen alles vervangen. Nee, het kan best zijn dat er inderdaad op dit moment wat lastigere processen zijn die niet per se direct te vervangen zijn. Maar daar kom je tijdens de scan dan misschien achter. Ja. Maar ja, het is denk ik ook wel een ding van, je moet ervoor openstaan. En het is niet per se of je het wil of niet, maar het zal wel moeten. Want de wereld is nu op dit moment, het klinkt heel geforceerd, maar de wereld is nu zo snel aan het veranderen. Als je nu kijkt naar alle oude processen, als je kijkt naar het schoolsysteem bij wijze van spreken. Mm-hmm. Nou, de schoolsystemen die kunnen het echt niet bijhouden. En die hadden jaren geleden al moeten beginnen. Ja, nu komen alle andere bedrijven, die zijn nu in principe aan de beurt. Soms word je gewoon gedwongen. Ja, je hebt in principe geen keuze. Het klinkt heel rot, maar dat is eigenlijk het punt waar we nu staan. De ontwikkelingen gaan zo hard. En als je dan hebt over data, dus ik kan me voorstellen dat niet iedereen zijn eigen data nog op orde hebt. Hoe belangrijk is dat? Data wil je hebben. Natuurlijk is het heel belangrijk dat je data hebt, maar het hoeft niet per se direct. Natuurlijk, je kunt al vanaf, als je denkt, ik wil vanaf nu bij wijze van spreken een scan doen. Daar heb ik data voor nodig. Nou, dan gaan we eerst bijvoorbeeld een periode data verzamelen. En dan komt dat vanzelf goed. ChatGPT komt ook naar Android toe. Ja. Last minute. Ik ben eindelijk aan de beurt. Ja. Ja. Hij is wel beschikbaar op de iPhone al, volgens mij. Ja, tijdje, klopt. Maar ik heb me al ingeschreven. Je kon je al aanmelden. Ik ben benieuwd. Vooraf aanmelden en dan wordt hij volgens mij, zodra hij beschikbaar is, direct geïnstalleerd op je telefoon. Ik ben heel benieuwd. Ik heb de Apple app expres niet bekeken. Ik heb geen iPhone, expres niet bij anderen meegekeken hoe die eruit zag. Ik ben heel benieuwd hoe die op Android zal draaien. Ik ben persoonlijk wel minder mate fan van typen op mijn telefoon. Dus dat vind ik dan, ga ik misschien frustrerend vinden. Maar, ik had nu wel regelmatig dat ik inderdaad, ik wil ChatGPT snel bijpakken, maar hoe doe ik dat? Dan ga ik wel in de browser, maar dat is toch net anders. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe de app zal gaan. Het gevoel zal wel iets anders zijn, denk ik. Ja, en wat ChatGPT nu natuurlijk ook heeft, is de code interpreter. Ik weet niet of je daar iets van hebt meegekregen. Ja. Je kunt letterlijk inderdaad gewoon een bestandje geven en zeggen, maak hier een beeld van. Dus ik had, we hebben hier een temperatuursensoren op kantoor. Daar heb ik een CSV-bestand van geëxporteerd en aan ChatGPT gegeven. Er zaten volgens mij 50.000 datapunten in. Maak hier verschillende charts van. En de ene naar de andere chart kreeg ik voorgeschoteld. Ja, hier heb je een lijnchart en hier heb je een average chart, een pie chart. Ik denk, zo hoef ik ook weer niet. Ik wil gewoon even een klein overzichtje. Maar ja, het grappige is dat je ziet hem ook nadenken. En echt code schrijven om jouw bestand uit te vogelen. Dus dat was echt, nice. Hij schrijft zijn eigen code en dan voert hij het uit om jouw bestand te lezen. Dus dat is wel, het is nu een beta. Ja, dus tegelijkertijd kun je hem vragen om dingen te doen. Hè? Dus stel je doet een onderzoek, ik heb data of iets anders en ik maak dit voor mij op basis van het onderzoek. Maar je kunt ook nog hem vragen stellen van, ik heb deze data, wat kan ik ermee? Ja. Dat hij ook gewoon met suggesties komt van, volgens mij zit hier of hier wel iets interessants in. Ja. Dat is echt wel... Dus je kunt naar trends vragen, kijken van, hoe kan ik mijn data verbeteren? Van dat soort dingen. Dus dat zijn leuke ontwikkelingen. Dat zijn inderdaad van die ontwikkelingen die je steeds meer zult gaan zien. De code die je gaat assisteren met je data of met de code die je zelf hebt geschreven. Er komen echt dingen die je voorheen gewoon niet kon of niet makkelijk. En dat is nu gewoon makkelijk binnen handbereik. Dat gaat echt wel veel dingen helpen. Ja, 100%. Ja. Jij was laatst op vakantie geweest en in jouw vakantie viel onze demo Thursday. Ja. Normaal gesproken ben jij daar vaak graag. Normaal heb ik niet één of twee of drie demo's. Nee, ik ben eigenlijk altijd wel aanwezig. Ja. En kun je wat vertellen over hoe Demo Thursday werkt? Nou, in principe, Demo Thursday, het doel ervan is natuurlijk dat je je niet voorbereidt. Eigenlijk, we hebben hier een heel bedrijf vol met mensen met een passie voor hun vak. En die hebben allemaal nog hun eigen nevenpassies ernaast, om zo te zeggen. Dus die ene is gek van 3D-printen, ik ben gek van AI. De andere is gek van
We hebben mensen bij de scoutingclub die daar een website voor op hebben opgezet. En het idee daarvan is dat je bij Demoteurs Day, we hebben een mooi podium, dat je op het podium gaat staan en gewoon gaat praten. Sluit je laptop aan op het grote scherm. Laat zien wat je gedaan hebt, wat je leuk vindt. Maar je mag je niet voorbereiden. En dan krijg je dus inderdaad, en het is laagdrempelig een beetje vertellen. En je kunt je passie delen. Dus wat je heel erg hebt, is dat je mensen delen dat ze een bepaalde tool hebben gevonden. Een bepaalde editor of noem maar wat. En dat andere, oh, dat is wel nice. Dat wil ik ook gaan gebruiken of ook proberen. En dat is de Demoteurs Day. En dat hebben we inderdaad elke tweede donderdag van de maand. En gezien jij er niet was. Ja. En ik was in die zin wel voorbereid. Ik wist dat jij niet kwam, maar ja, er moet toch iemand staan om iets over AI te vertellen. Heb ik Julie ontwikkeld. En Julie is mijn personal assistant. En zij helpt mij ook op vlak van mentale gezondheid, dat ik optimaal kan presteren. Ik heb een code van het internet, een repo van internet gehaald. En gekoppeld aan OpenAI, de API, en 11 Labs, die er ook een stem verzorgt. Okay. En ik kan haar nu vragen stellen en zij zal daarop reageren. En zelf me best wel goed vooruit. Misschien wel leuk om even een demo te kijken of ik een demo werkend krijg. Hello Julie, maybe you can introduce yourself to my colleague Jeffrey and give me some advice about relaxing exercises after work day. Of course, Sander. Hi, Jeffrey. I'm Julie, Sander's mental health coach and personal assistant. Nice to meet you. As for relaxing physical activities, I would suggest activities like yoga, walking in nature, or swimming. These activities can help reduce stress and promote relaxation. Ja, tof. Ja, ze doet het best wel goed. Het is wel alleen een Engelse stem, dus ze kan ook wel Nederlands praten. En dan praat ze ook Nederlands terug. Maar dat omdat het een Engelse stem is, klinkt het gewoon als gebrekkig Nederlands. Dat zijn nog inderdaad verbeterpuntjes. Maar ja, nice dat inderdaad je kunt gewoon een spraakopdracht geven en dat hij gelijk terug kan antwoorden. Ik heb altijd het idee dat ik vaak in de auto zit en dan wil ik eigenlijk iets kwijt. Ik zou hem eigenlijk in de auto willen hebben. Dus dat is nog mijn volgende stap misschien om gewoon een permanente laptop inbouwen. Ja. Dat zou een mooie toepassing nice. Zijn volgens mij. Maar ja, laagdrempelig inderdaad zelf opgezet. Of je hoeft alleen wat keys in te vullen. Of? Ja, ik zou zelfs de repo misschien nog in de comments kunnen plaatsen. Dat mensen er ook bij kunnen. Ja, goed, ja. Die kun je gewoon installeren lokaal. En dan heb je de API-sleutel van OpenAI nodig. Ja. Je moet eigenlijk vooraf eigenlijk even programmeren wie Julie is. Dus volgens een soort van prompt. Dus ik heb haar de naam Julie gegeven. Ik heb haar verteld dat ik Sander heet en dat haar doel is om mij, laat maar zeggen, te helpen bij de vragen die ik heb. Ja, dat is wel tof. Ja, ja, dat is natuurlijk een beetje het prompt-engineeren weer. Het een klein beetje sturen hoe ze het moeten doen, maar daarna wel de vrije loop laten. En dan krijg je dat soort dingen. Dat is wel. En het lastige nog, ik ben geen developer, maar waar ik nog niet helemaal uit ben. Nu heb ik een soort van record time opgenomen dat ze mij opnemen, laat maar zeggen, dat van 8 seconden. Dus in die als ik iets zeg wat korter duurt dan 8 seconden, dan moet ik even wachten totdat zij het kan verwerken. Ja, precies. En dan gaat het nog naar 11 Labs, dan komt het terug en dan wordt het weer omgezet. Dus qua soepelheid kan er nog wel wat verbeterslag in. Maar natuurlijk. Ja, het feit dat ik er nu tegen kan praten en er terug praten, dat is best wel. Het was nog aardig snel. Dus ja. Het liefst wil je het natuurlijk allemaal lokaal hebben, zodat je het even snel kunt doen, want dan heb je natuurlijk het snelste effect. Ja. Maar ja, dit is, het feit dat dit nu al mogelijk is, gewoon even snel een programmaatje opzetten waar je tegen kan praten, waar je echt dingen mee kan delen. En dat die daar ook feedback op kunnen geven. Ja, dat is natuurlijk perfect. Dit was het volgens mij weer voor deze ronde. Ik weet dat jij bijna weer met vakantie gaat. Ja, we hebben onbeperkt vrije dagen. Hè, dus daar moet je gebruik van maken. Dus dat, ja. Ja, mooi. En Peter, hoe ging het vorige keer met het editen van de video? Ben je al met AI aan het sleutelen? Of kunnen we Nou, zoals jullie weten, edit ik in DaVinci Resolve. En die hebben toevallig deze week of afgelopen week een hele grote nieuwe release, of een nieuwe versie gereleased. 18.5. Met allerlei AI-functies erin. Waaronder automatisch genereren van subtitles. Wat natuurlijk echt een lifesaver is. Maar ook bijvoorbeeld automatisch een transcript van een podcast uit te poepen. Hartstikke handig. Zelfs ook nog in de Nederlandse taal, naast nog wat andere talen. Maar bijvoorbeeld de subtitles die je hieronder ziet, die zijn via AI gegenereerd. Dat scheelt mij wel een paar uur in de week. Ja, mooi. Mooi. Ik ben er blij mee. Ja, en precies wat jij ook zegt, Jeffrey, niet perfect, maar goed genoeg om dan mee verder te kunnen.
altijd even nog een mensenoog moet erover. Ja. Maar het scheelt natuurlijk enorm veel tijd. Ja, het doel is natuurlijk dat het niet per se je gelijk vervangt. En dat is pas over 10 jaar, weet je. Komt dan wel. Maar dat je in principe kan helpen. Dat is natuurlijk het doel. Als jij al die teksten zelf zou moeten typen. Versus dat er nu alvast een voorzetje wordt neergezet. Wat je alleen nog hoeft te corrigeren. Ja, dat is natuurlijk perfect. Nou, dit was hem dan weer. Tot de volgende ronde, zou ik zeggen. Je hebt geluisterd naar een aflevering van Enrise AI. Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkopdrachten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Wil je meer weten over ons mooie bedrijf? Of bijvoorbeeld kijken voor welke opdrachtgevers Jeffrey en Sander werken? Ga dan naar enrise.com. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar ai@enrise.com.